Welkom allemaal bij Science by Stars en in deze les bespreken we DNA niveau 2. Op niveau 1 bespraken we de nucleotide, de complementaire opbouw van DNA en de basisstructuur van DNA. En op niveau 2 gaan we dieper in op die basisstructuur. We gaan het hebben over die suikergroep, de fosfaatgroep en de organische base. En we gaan het ook heel even al de waterstofbrug aanhalen die we dan verder nog gaan bespreken op niveau 3. Voor we van start gaan, een korte herhaling van de vorige les. We hadden een DNA-streng en we hadden gezegd dat die een complementaire structuur had. Dat wilde zeggen dat adenine altijd aan thymine bindt en cytosine altijd aan guanine. We hadden gezegd dat een DNA-streng bestond uit een dubbele streng, waarbij we hier de suiker-fosfaat-ruggengraat hebben en hier centraal het coderende gedeelte, de bazenparen. Ze vormden samen een dubbele helix, maar om het makkelijk te kunnen tekenen, gingen we die zo voorstellen. We weten al dat een nucleotide bestaat uit een suikergroep, een fosfaatgroep en een organische base. En vorige les hadden we op het einde nog eventjes die suikergroep uitgebreid tot een desoxyribose. Dan kwamen we op deze voorstellingen van onze nucleotide. We hebben hier een cytosine, een guanine, een thymine en een adenine. En dan kunnen we die suikergroep gaan uitbreiden. En die suikergroep dat is een desoxyribose met een bruto formule C5H10O4. We starten hier bovenaan met een zuurstof en dan hebben we op de uithoeken van de vijfhoek telkens een koolstof zitten die genummerd is van koolstof 1 met de klok mee koolstof 2, koolstof 3, koolstof 4 en koolstof 5. We hebben dus langs de buitenkant 1 zuurstof zitten en 5 koolstoffen. Verder, als je gaat kijken naar die bruto formule, dan klopt het nog niet helemaal. We missen nog een aantal zuurstoffen en die zuurstoffen die komen we tegen in de vorm van hydroxylgroepen op koolstof nummer 1, op koolstof nummer 3 en op koolstof nummer 5. En het zijn die hydroxylgroepen die erg belangrijk zijn om zo meteen in een condensatiereactie onze restgroepen, onze bijgekomende groepen te gaan binden. Namelijk op koolstof 1 hier gaat onze organische base binden, op koolstof 3 gaat ons volgend nucleotide aanhechten en hier op koolstof 5 gaan onze fosfaatgroepen binden. Dat gebeurt dus door het afsplitsen van die hydroxylgroep in een condensatiereactie. En op die manier gaan we dan dat grotere nucleotide kunnen vormen. Dan komen we terug op de complementaire structuur van DNA, maar nu aangepast aan onze nieuwe kennis van die centrale suikergroep. En dan komen we dus op het opbouwen van het DNA op deze manier. Mooi complementair, adenine bindt altijd aan thymine en cytosine bindt altijd aan guanine. En je ziet dat het al redelijk hard op DNA begint te lijken. In een tweede stap gaan we die organische base uitbreiden. Die organische bases die zijn informatiedragend, zitten centraal in het DNA en daar zit dus die code voor uiteindelijk die eiwitten te vormen in. Organische bases kunnen starten vanuit twee standaard structuren en dat is vanuit een purine of vanuit een pyrimidine. De purines zijn adenine en guanine, de pyrimidines zijn cytosine, thymine en uracil. Purines, ik onthoud dat altijd, purine, als je dat uitspreekt, dat klinkt logger, zwaarder dan pyrimidine. Pyrimidine klinkt wat lichter, wat zachter. Dus pyrimidine is een klein, licht ringetje. Een purine, dat is een beetje een grotere, obesere ring. En als we dan gaan kijken, die adenine en die guanine, die hebben dus die basisstructuur van onze purine. Het enige verschil, adenine, die heeft hier bovenaan nog een aminegroep staan, terwijl guanine heeft die aminegroep hier en hier een ketonfunctie. Als we naar de pyrimidines gaan kijken, dan zien we cytosine hier een ketonfunctie en een aminefunctie, terwijl thymine die heeft twee ketonfuncties en die heeft hier een methylgroep. Het enige verschil tussen thymine en uracil is hier een demethylering, dus de afwezigheid van die methylgroep. Maar uracil is een buitenbeentje, het is een bazenpaar dat enkel in RNA voorkomt, dus we gaan het daar deze lesreeks niet meer over hebben. En dan zoomen we even in op de precieze binding tussen twee zulke bazenparen in het DNA. We weten dat het DNA een complementaire structuur heeft en we gaan zien dat guanine altijd bindt met cytosine. Een purine bindt altijd met een pyrimidine, want in het DNA tussen die suikerfosfaatruggengraden is er plaats voor in totaal 3 ringen, dus geen 4, daarmee dat een purine nooit aan een purine kan binden. En als een pyrimidine aan een pyrimidine wil binden, dan is die afstand te groot voor die waterstofbrugvorming. Dat is een extra beveiliging om ervoor te zorgen dat we de juiste bazenparing krijgen in een DNA-molecule. We krijgen waterstofbrugvorming en die waterstofbrugvorming gaat altijd gebeuren tussen een waterstof die gebonden is op een zuurstof of een stikstof en die gaat aan de andere kant van het DNA binden met een sterk elektronegatief atoom, meestal ook opnieuw stikstof en zuurstof. We krijgen dus een brug die gevormd wordt, waterstof gaat eigenlijk als het ware hier tussenin hangen
En tussen guanine en cytosine zie je dat er drie waterstofbruggen gevormd kunnen worden. Als we dan gaan kijken naar adenine en thymine, dan zien we dat er de mogelijkheid is tussen de vorming van twee waterstofbruggen. We zien dus hier twee waterstofbruggen. We zien hier drie waterstofbruggen, dat wil zeggen dat guanines en cytosines iets steviger aan elkaar aangehecht zijn. En we zien dus ook dat als DNA ooit uit elkaar gehaald wordt, dat het altijd gaat beginnen in die AT-rijke regio's, omdat daar het DNA net iets minder stevig aan elkaar gehecht is. En met die nieuwe kennis over die structuur van mijn bazenparen kom ik nog eens eventjes terug op die bouw van mijn DNA-streng en ik ga doen aan die complementaire bazenparing. Mijn thymine bindt met mijn adenine, een pyrimidine bindt altijd met een purine en tussen A en T zaten er twee waterstofbruggen. Verder zie ik hier mijn suikerfosfaatruggengraat en mijn volgende binding opnieuw complementair. Een adenine die bindt met een thymine en twee waterstofbruggen gaan zich vormen. Mijn volgende gaat sowieso een cytosine moeten zijn en die gaat drie waterstofbruggen vormen met mijn guanine. En als laatste bindt guanine altijd aan cytosine met drie waterstofbruggen daarbij. Hier dus die suikerfosfaatruggengraat met mijn desoxyribose, hier mijn organische basis, hier mijn waterstofbruggen. En je ziet hier die afstand die overbrugd moet worden als je hier twee keer die purines gaat zetten, dan gaan die in elkaar eens wegzitten. Zet je hier langs beide kanten een pyrimidine, dan gaat die afstand te groot zijn voor die goede waterstofbrugvorming. Let wel eventjes op, dit zijn nog vereenvoudigde weergaves van mijn bazenparen, in het echt zijn ze nog iets complexer. En om het goed te begrijpen heb ik hier gans die tekening nog eens een kwartslag gedraaid. Hier zie je opnieuw onze suikerfosfaatruggengraat aan weerskanten van onze DNA-streng. Met hier dan centraal mijn coderende, mijn informatiedragende bazenparen die complementair met elkaar verbonden zijn, guanine en cytosine, thymine en adenine. En als laatste gaan we inzoomen op die fosfaatgroepen. Die fosfaatgroepen die zitten hier op koolstof 5 en die mag je zeker niet verwarren met fosfors. Fosfors zitten centraal in die fosfaatgroepen, maar voor de rest zijn die nog afgegrensd met een hoop zuurstoffen. Die zuurstoffen die zorgen ervoor dat een fosfaatgroep een behoorlijk negatieve groep is, en die groepen die gaan elkaar afstoten. En het is hier op die fosfodiesterbinding waar die fosfaten eigenlijk gaan loskomen. Je kan een adenosine in dit geval trifosfaat hebben. Je kan een adenosine difosfaat hebben als er één fosfaatgroep van afsplit. En een monofosfaat als er twee fosfaatgroepen van af gaan splitsen. Zo'n fosfaatgroep gaan we dus kunnen omschrijven als een PO4 of een PO3 afhankelijk van welke plaats die fosfaatgroep zat die afgesplitst is. En veel bronnen gaan ook die tussen twee, één van deze twee kiezen. Dus op zich maakt dit op dit moment niet zoveel uit. Onthoud gewoon een sterk negatieve groep. Die fosfaatgroepen die gaan elkaar onderling afstoten. En het is door die aan elkaar te binden dat je een hoop chemische energie gaat vasthouden in die drie fosfaten. Die fosfaten die zijn nodig om de verschillende nucleotiden aan elkaar te gaan hechten. Maar meer daarover in les 3, omdat dat toch wel behoorlijk ingewikkeld wordt. En dan kunnen we wat dieper inzoomen op die suikerfosfaatruggengraat. We hadden net deze formule gezien. Let hier op, hier is onze organische basis volledig correct getekend, niet de vereenvoudigde weergave. En als we dan alles mooi moeten tekenen, hoe dat het er in werkelijkheid uitziet met de relatieve verhoudingen en hoeken, dan gaat het er ongeveer zo uitzien. We hebben dus nog één fosfaatgroep, twee fosfaatgroepen die gaan afgesplitst worden om het volgende nucleotide aan te hechten. We zitten hier met onze 5-accent en we zitten hier met onze 3-accent. Let op dat mijn suikermoleculetje één slag gekanteld is, want hier zit mijn zuurstof. En hier zit dan mijn organische basis gebonden op mijn 1-accent. Als ik dan ga kijken naar die suikerfosfaatruggengraat, dan zie ik hier mijn fosfaatgroep zitten en mijn suikergroep. En dan zie ik hier mijn volgende suikerfosfaatgroep, mijn volgende en mijn volgende. En dan zie je hier dus heel mooi hoe dat die suikerfosfaatruggengraat gevormd wordt. Hier komen de organische basis elke telkens te zitten, maar meer daarover in les 3. Ik heb een mooie samenvatting toegevoegd aan deze les. Ik ga deze niet helemaal lezen, maar je vindt deze natuurlijk in de comments. Dat was het dan voor DNA niveau 2. Vond je het een leuke les? Geef dan zeker een duimpje omhoog. En natuurlijk, dankjewel voor het luisteren.